super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb geshopt en ik heb wat leuke dingen gekocht. Ik heb zo'n rek, dus ik dacht, ik hang het even hierop. Dat is wat makkelijker. En hierboven, ja, ik had ook broekjes en zo, dus dat ziet er niet heel goed uit. Maar we moeten het ermee doen zo. Ik heb bij Veromoda, De Sting en nog zo'n ander winkeltje die ik helemaal niet kende. Maar die zat dus ook daar waar ik heen ging. Ik ging trouwens naar Hoogeveen. En ja, laten we beginnen. Als eerst pak ik even dit tasje erbij. Het is gewoon een tasje van Veromoda. Maar ik had wat kleine dingetjes gekocht. Dus die zal ik eerst even laten zien. Die heb ik hier even ingedaan. Als eerst... Oh, het zat hierop, maar ik heb het er wel afgehaald. Maar je had dan zeg maar zo'n bord. Dit is van De Sting trouwens. En daar zat dan... Heb je het goed kunnen zien? Deze ketting aan. En die ga ik erbij pakken. Deze twee oorbellen. Kijken. Zo. Goud. En die passen dan, zeg maar, zit in het, hetzelfde steltje als de ketting. Dus die vond ik heel erg leuk. Maar die zag ik even snel, want ze waren dus eerst €12,95. En hier zie je allemaal stickertjes. Maar hij is nu, was die afgeprijsd op €2,50. Dus ik dacht van, die oorbellen wist ik niet of ik ging dragen, maar die ketting vond ik zo leuk. Ik dacht, nou, voor €2,50 kun je dat wel gewoon doen. Voor €12,95 had ik ze denk ik niet meegenomen, maar nu wel. Dus die heb ik als eerst bij de CNA. Als ik het goed zeg. Ja. Heb ik nog twee van deze oorbellen. Gewoon van die ringoorbellen. Maar ik had zulke van de H&M. Maar die ben ik kwijtgeraakt. Dus ik dacht ik neem gewoon weer even nieuwe. Gewoon simpel. Zulke. Zijn iets dikker dan de vorige die ik had. Maar deze waren €3,95. Dan ga ik even naar iets door. Dat is niet zo heel erg boeiend. Maar ik heb ook nog sokken. Gewoon ook van de CNA. 10 paar sokken voor €7. Dus prima. Dan. Ik ga gewoon door elkaar heen. Ik heb geen volgorde of zo. Maar heb ik van De Sting toch? Ja. Heb ik dit rokje gekocht. Ik weet niet of je het goed kan zien. Want hij is zwart. Maar het is zo'n rokje met elastiek zo. En dan aan de zijkant zo'n bandje. En aan die zijkant ook. En aan de achterkant. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar er zit nog zo'n zakje. Die kan volgens mij niet open. Oh jawel. Er zit een ritje. Oh. Het is een nepzakje. Ik dacht er zit een ritje in. Vet handig. Maar nee. Waarom doen ze er dan een ritje in? Dat is een beetje onnodig. Maar dit rokje dus. En dit is niet echt iets wat ik normaal aan zou doen. Maar ik dacht van. Waarom niet? Een keer wat anders proberen. En dit rokje was €29,95. H&M twee korte broekjes gekocht. Gewoon simpel hoor. Maar als eerste oh, even dicht doen. Gewoon een zwarte. Ja. Zo. Deze is gewoon heel simpel. Was €10. Als ik het goed heb. Even kijken. Ja, €9,99. Dus, oh, ik zie dat ik wat lichter ben geworden. Kan ik niks aan doen. Het licht is een beetje... Nee. Het licht buiten is een beetje aan het veranderen steeds. Maar deze was dus €9,99. En dan heb ik nog een ander broekje van de H&M. Dat is deze. Dat is gewoon een spijkerbroekje. En deze was... Ik dacht dus dat ze allebei... €9,99 waren. Maar ik kwam bij de kassa en deze was dus €17,99. Maar hij zat wel gewoon goed en zo. Dus ik dacht van ja, doe die maar er gewoon bij dan. Maar deze dus.
Alleen hieronder had je van die flapjes. Net als bij die, zeg maar, dat de onderkant zo omgeslagen is. En dan maken ze hem aan de zijkant vast. Maar bij deze sloeg dit de hele tijd om. Dus nu heeft mijn moeder hem vastgezet. Met dezelfde kleur, zeg maar. Dezelfde kleur randje als wat de rest is genaaid. Dus kan prima zo. Dus die nog. Zal ik eerst deze laten zien. Die was niet helemaal in beeld. Maar dat ik even hier aan op hangen. Zo. Maar dit is dus van zo'n winkeltje. En ik ken het helemaal niet. Maar dit is van Maud. Met dubbel D. Fashion Bag Shoes and More. Ze hebben ook een webshop. www.maud.nl. Maar daar had ik dit rode tasje gekocht. En deze heeft gewoon zo'n hier rood, zelfde als hier, met een ketting. En dan zit hier nog ketting omheen. En dan gaat hij open met drukknoopjes. En dit aan de binnenkant heb je hier nog zo'n rits. Zo. En dan hier een vakje en hier een vakje. En ik vond hem wel heel erg handig. Ook, ik ga volgende week naar Londen. En dan kan je hem gewoon zo fijn dragen. Want het is zeg maar een klein tasje, maar toch ook weer niet. Ja, hoe moet je dat zeggen? Hij is gewoon handig. Want hij is zeg maar niet zo'n tasje die je snel meeneemt naar gewoon iets. Maar bijvoorbeeld als je gaat shoppen of naar... weet ik veel. Er past gewoon meer in dan een klein tasje. Ik weet ook helemaal niet wat ik wil zeggen. Maar dat in ieder geval. Dus deze. En hij heeft niet helemaal rood. Hij heeft een beetje vlekjes. Vlekje gewoon. Ja. Ik vond hem wel heel erg leuk. En deze was €29,99. En dan had ik hier nog shirtjes. En ik zal hier gewoon beginnen. Deze is van Vero Moda. Zo ziet hij eruit. Gewoon helemaal wit. Kijk eens, schijntje. Ja, een beetje. En dan staat er tres bellen op. Ik weet niet, maar ik vond het er wel leuk uitzien. Dus die nog. Oh, en deze was €16,99. Had ik nog bij de Sting dit shirtje gekocht. En deze is oranje. Hij lijkt op de camera volgens mij een beetje rood. Maar het is echt oranje. En dan staat hier nog op met zwarte letters. Een beetje leer zit hier ingemaakt. Oh. En dan staat er work for it every time. Ik vond deze ook wel heel leuk. Gewoon korte mouwtjes. Omgeslagen. En deze had ik gepast bij de Sting op dat rokje. En dat stond ook wel heel leuk. En deze was €19,95. We zijn al bij het één na laatste item en dat is dit topje. Deze is van Vero Moda. En dit is gewoon een soort hemdje, maar dan zit hier voor. Laat het even zo zijn, anders zie je het niet. Met kant. En dan aan de achterkant. De achterkant. Loopt het ook zo nog door tot ongeveer je BH-bandje. En dan met zo'n V-hals en gouden knoopjes hier aan de achterkant. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Gewoon simpel zwart, maar dan toch door dat kantje is die wat anders. Dus die en deze was €24,99. Heb ik hier verder niks meer, maar het laatste item heb ik aan, want ik ging gisteren winkelen. Gisteren was het 12 juli, als ik het goed heb. Maar en toen was het best wel warm.
En ik had een lange broek aan en een blouseje. Dus dat was een beetje te warm. Dus ik had dit ding gekocht. Die heb ik ook bij die winkel, die Mout met dubbel D. En dan had ik deze maar aangedaan. Ik ging gewoon naar een andere winkel, ging ik iets anders passen. En toen dacht ik, nou, ik heb het zo warm, ik doe gewoon deze aan. Dus dat is, ik weet niet of ik het kan laten zien. Zo'n playsuitje. En die zit dan zo helemaal door tot de, even kijken of ik dat kan laten zien, tot de broek. En dan is het zo'n beide pijpenbroek. Dus die heb ik ook nog. En deze was, moet ik even kijken, 29,99. Een paar sieraadjes, een paar dingen. En ik had ook nog zo'n reinigingswater van Garnier gekocht. Maar ja, die heb ik gewoon daarin gelegd. Dat is ook niet zo heel erg boeiend. Dus dan was dit het einde van de video. Ik zal nog even de aanbeelden kijken of dat tussendoor komt of erachteraan. Ik weet niet helemaal, maar jullie zien het vanzelf of hebben het al gezien. Vind je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!